Hallo mensen, vandaag wil ik heel veel Pokémon eieren uit laten komen. Ik sta hier nu bij heel veel verschillende Pokémon in de buurt. Je ziet het waarschijnlijk net wel. Kijk, heel veel Pokémon om me heen. Maar ik wil heel veel eieren uit laten komen. En die eieren, die moet ik nog een heel stukje verlopen. Kijk, de ene is 0,1 kilometer en de andere 1,6. Wow. Maar we moeten dus nog een heel lang stuk lopen om die dingen eruit te laten komen. En het is hier nu 11:15. Het wordt best wel krap om die nog uit te laten komen. Maar het gaat ons gewoon lukken. Wij gaan nu een stuk lopen. En hopelijk komen die eieren er snel uit. En anders weet ik wel een hele leuke manier daarvoor. En we zijn nu alweer een aantal uren verder. Het is alweer bijna 1:30. En ik sta hier dus bij een oranje lichtje. Je ziet me heel raar. En nu zie je mezelf helemaal niet meer. Hallo, hier ben ik. We zijn met onze eieren nog niet heel veel opgeschoten. Dus we gaan nu denk ik maar naar huis. En dan gaan wij die ene manier uitproberen. En hopelijk gaat het dan lukken met de Pokémon ei uitlaatkom hack. Auto, herrie op de achtergrond. En je ziet echt dat ik er moe uitzie. Dus ik ga maar lekker slapen en dat ding uitvoeren. Het gaat ons lukken. De hek gaat lukken. Oké, we zijn nou hier binnen. We zijn weer thuis beland. En ik heb hier de ultieme uitkom. Hoe ga ik dit noemen? Uitkom, ei, hek, de hatch egg truc. Ik weet het niet. In ieder geval hoe je een ei zo snel mogelijk uit kan laten komen. En hieronder, daar staat een hele mooie plaatsspeler. Je kan moderne hebben, je kan oude hebben. Maar je kan ook gewoon, ja, zo'n oude hebben als ik dus, ja. En ik wil nu zo snel mogelijk mijn ei uit laten komen. En ik heb hier een ei die 0,4 kilometer heeft en eentje van 1,8 kilometer. Ja, en ik wil er eigenlijk 0,6 en 2 kilometer van maken. Ik hoop dat het lukt. Dus ik leg hier mijn telefoon neer. Ik druk hier zo op dat knopje. Daar zo. Dan volgt hij dus gewoon waar je allemaal heen gaat. Ik weet niet of je het allemaal goed ziet. Dus ik leg hem hierop. Nee, wacht. Ik haal gewoon die disc eraf. Anders glijdt hij er vanaf. Dus deze leg ik hierop. En dan zet ik deze plaatsspeler aan. En die gaat hij rondjes draaien. Oh, niet te snel. Oh, dit gaat fout. Dit gaat te snel. Dit gaat bijna te snel. Het gaat goed. Ja, oud ding. Dit is heel oud. Heel zeldzaam. Dit kan je alleen vangen. Nee, dit is gewoon heel oud. Dit is echt antiek. Van opa. Maar ik blijf zo rondjes lopen. Ik ga nu lekker slapen, denk ik. En dan hoop ik dat het straks, als ik wakker word, dat ik dan gewoon uitgekomen eieren heb. Dat zou toch epic zijn? Ik denk het wel. Dit is de ultieme hack. En ik laat jullie zien dat dit gaat werken. Ik ga naar bed. Oké, dat was allemaal niet zo serieus. Het was allemaal een soort van sketch hoe dat ging. Ik ging naar bed en het ding ging hier. En het ligt nog steeds hier trouwens. En ik ben heel benieuwd hoe ver dat ding zo meteen is. Hoeveel kilometer dat hij nou eigenlijk heeft gelopen. Het was net op 1,8 en nog iets. Wat was het ook alweer? 1,4. Ik weet het niet eens meer hoeveel we zaten. Maar we zullen eens kijken. Hij is dus nog steeds aan de gang zoals ik al zei. En ik denk dat we wel echt gewoon iets van misschien wel een kilometer al hebben gelopen. Het ding staat al zo lang aan. En ik denk dat we dus, dat is gelukt. Oké, ik zet dat ding dus op stop. Ik pak hem erbij. En ik ben super benieuwd. Ik pak de Pokémon erbij. En ik kijk. Er is helemaal niks bijgekomen. Er is serieus helemaal niks bijgekomen. Meen je dat? Hoe kan dat nou? Net toen we dat deden wel. Ik snap er helemaal niks van. We probeerden het nog een uurtje te testen. We zijn echt gewoon een uur later bijna. En het werkt gewoon niet. Ik dacht echt te weten dat dit werkte. En het ging gewoon niet. Het werkte niet. Het werkt volgens mij af en toe. Maar als hij te snel gaat, dan werkt het niet meer. Net zoals je in de auto zit, dan werkt het ook niet met afstand afleggen. Het was een poging. En misschien lukt het de volgende keer wel. We gaan binnenkort wel weer iets proberen met Pokémon Go. Om makkelijker dingetjes te verkrijgen. Om toch een beetje te cheaten. Alhoewel dat toch niet zo leuk is. Ik hoop dat het de volgende keer gaat lukken. Laat weten reacties als je meer tips en tricks die wel werken wil zien. En dan hoop ik jullie allemaal de volgende keer te zien. Dus like voor meer Pokémon Go.